De leiding van het Nationaal Leger heeft op 30 december 2022 het jaar met een feestelijke bijeenkomst afgesloten. Bevelhebber Bernard Kiwaseng ging tijdens deze happening in op de activiteiten die door verschillende legerafdelingen zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft de bevelhebber ook de dieptepunten van het jaar 2022 aangehaald. Kiwaseng vroeg in het verlengde hiervan aan de manschappen om zich niet schuldig te maken aan het posten van oneffenheden binnen het Nationaal Leger op social media die in feite intern kunnen worden aangepakt. Wij hebben ons deel gedaan binnen de maatschappij. Wij hebben ons van onze taken verweten. Als bevelhebber ben ik bijzonder trots op alle mannen en vrouwen van de Defensieorganisatie. Hoe klein uw bijdrage ook was geweest, wij hebben als veiligheidsorgaan gewerkt aan veiligheid. En we hebben nog tijd, nog moeite gespaard om onze samenleving te ondersteunen. Enkele noemenswaardigheden van het afgelopen jaar. Houd even vol, want het is een heel lange lijst. Operatie Kuyake, die we begonnen zijn in januari. Tijdens deze operatie zijn we nagegaan als er inderdaad een goudwinning werd gedaan in het westen van Suriname. Tot dusver is gebleken dat onze biodiversiteit in dat gebied grotendeels nog intact is. Operatie Vuurdoop, u kunt u zich nog heugen dat ten tijde van de organic demonstraties er twee molotov cocktails werden geworpen op twee democratische instituten. Eén overheidskantoor en een politiek centrum. We hebben tijdens de operatie, dus operatie Vuurdoop, duidelijk laten merken dat we geen enkele anarchie tolereren binnen onze staat. Samen met andere veiligheidsorganen hebben we gewerkt aan de handhaving van openbare orde en het ging allemaal om de bescherming van de democratische instituten. Verder hebben we ook bij grenspatrouilles illegale immigranten kunnen steunen. Over Aspiranya, daar hebben we ondersteuning gegeven aan het Openbaar Ministerie bij de bestrijding van milieucriminaliteit. Het resultaat? 10 scallions die onklaar zijn gemaakt. Operatie Grammati. Tijdens deze civiele militaire operatie hebben we meer dan 500 bewoners van Apura en omgeving medische zorg geboden. Dit hebben we gedaan met onze lokale artsen en buitenlandse partners. Renovatie van de school zou ook onderdeel zijn van deze operatie. Helaas hebben we vanwege gestegen kosten van materiaal de Salemschool te Koroni niet kunnen renoveren. We hopen dit het komend jaar wel te doen. Operatie Marbonsu. Deze is begonnen op 15 december jongstleden en we gaan door tot de eerste week van januari. Dankzij uw inzet is nu ook een duidelijke afname waar te nemen van zware criminaliteit komende vanuit de goudvelden en de districten. De gezamenlijke patrouilles tussen de marine en de kustwacht op zee hebben we ook uitgevoerd. Bijvoorbeeld enkele vissers die in nood waren konden worden gered. De marine heeft twee weken terug ook een trainers cursus verzorgd in het enteren van schepen. Ons gezamenlijk optreden met de kustwacht is in het kader van de interdepartementale aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. Tijdens de overstroming in het Burkopondo gebied hebben we samen met het NCCR de getroffen bewoners ondersteund. Ook tijdens de gezamenlijke patrouilles met de Fransen op de Marouille en Lawa rivier en gedurende onze patrouilles te land en te lucht hebben we ons overheidsgezag doen gelden. Verder in het district Para hebben we ondersteuning verleend met ons zwaar materieel. Ook de ondersteuning aan scholen. Meer dan 60 scholen zijn bezocht voor motivatiesessies door onze civiel-militaire relaties. Ook instanties die de zorg hebben over seniorenburgers hebben we op diverse manieren ondersteund. Er zijn ook geheime operaties gedaan, die ik helaas niet hier ga benoemen. Er zijn operaties geweest in de strijd tegen transnationale en georganiseerde criminaliteit. En zo kan ik doorgaan. Er zijn nog heel veel andere markante resultaten geboekt, maar dat zal te ver voeren vandaag. Iedereen hier in de zaal heeft zijn of haar bijdrage geleverd. De mannen in het veld, op de detacheringen, zij die de operaties hebben gepland, zij die de operaties hebben uitgevoerd, zij die in de verzorging waren, de mannen van de herstelcompagnie, onze piloten, onze luchtmachttechnici, maar ook de vrouwen in de logistiek en administratie, inlichtingpersoneel, kortom,
en ieder heeft bijgedragen aan het boeken van deze successen. En terwijl wij ons deelnemen om de samenleving te beschermen, hadden we intern ook heel wat uitdagingen. En ja, er zijn heel veel zaken die verbetering hoeven binnen onze organisatie. De gebouwen, ons meubilair, ons wagenpark, ons logistiek systeem. Er is veel werk aan de winkel. Maar onthoud één ding. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Dus, hoe pakken we onze problemen aan? In elk geval niet door alles aan de grote klok te hangen via sociale media. Hiermee schaadt je de organisatie veel meer. We leggen onszelf bloot aan de buitenwereld. Ook aan criminele organisaties die proberen om in ons systeem te infiltreren. Door corrupte aanbiedingen te doen aan ons personeel. We leggen ons op wat deze manier ook bloot aan andere legers. Je moet je schamen als je dat doet. Er zijn genoeg overlegmomenten en er zijn genoeg mogelijkheden om tekortkomingen te melden. Doe het niet via sociale media. We gaan corrigeren op drie. En wat mogen we het komend jaar verwachten? We blijven in elk geval wel realistisch. Economisch kan het even afwisselend leven. Maar, net zoals het in het beleidsplan van de VN is opgenomen, zullen we door blijven investeren in ons personeel en in leiderschap. We zullen ook blijven optrekken met onze regionale partners, zoals Brazilië, Frankrijk, Nederland en de VSA. Geleidelijk aan zullen er ook renovaties plaatsvinden. Ook investering in nieuw equipment zal geleidelijk aan plaatsvinden. We zullen dezelfde voortvarendheid betrachten bij het voeren van onze beheersdaden op ons territorium. Grote operaties, gezamenlijk optreden met nationale partners, gezamenlijk optreden met onze buitenlandse partners. Kortom, we gaan op dezelfde voet voort en hiermee dragen we bij tot een veiligere Suriname en regio. Ook zult u heel binnenkort meer horen over de projecten die we zijn gestart om het welzijn van ons personeel te verbeteren. Er zullen verder ook een aantal opleidingen starten voor alle categorieën. En dit is heel belangrijk omdat ons personeel niet alleen het recht heeft op een carrièregang, het personeel niet ook vaardig te zijn bij het uitvoeren van de opdrachten. Komend jaar zullen we het onderofficierskorps aandacht blijven geven. Door middel van leiderschapstraining, workshops en buitenlandse opleidingen. Het onderofficierskorps is de ruggengraat van het Nationaal Leger. Deze ruggengraat gaan we weer worden geven. Goed, we tellen de uren af. Dan is 2022 afgesloten. Namens mijn vrouw en zoon wens ik u en uw familie het beste toe in het nieuwe jaar.